Mijn naam is Rosa. Ik ben pas afgestudeerd als journalist. Vandaag is mijn eerste werkdag bij de Overijsselse Courant. En natuurlijk ben ik te laat. Jij bent een nieuwe stagiaire? Welkom Rosa. Zullen we beginnen? Goedemorgen allemaal. We starten met de redactievergadering. Karin, jij doet economie. Linde, cultuur. Snel bij zijn. En wie doet de provinciale politiek? Ja, dat wil ik wel doen. Je weet er iets vanaf? Denk het wel. Oké, hier is je dossier. Ik zal wel even inlezen. Morgenavond, late vergadering van Provinciale Staten. En in je dossier vind je de agendapunten. Goed, agendapunt 4, waterveiligheid. Is er iets, Rosa? Nee. Oké, agendapunt 4 is waterveiligheid. Daar gaan we donderdag over publiceren. En ik wil foto's zien, mooie sprekende foto's. Oh, hey. Hallo, met Rosa. Hallo, Rosa. Ik wilde even vragen of ik ook vanavond kon komen eten. Want ik moet morgen voor mijn werk naar de provincie. Ja, natuurlijk, schat. Opa, wat ben jij er weer aan het doen? Ja, die ladder, die viel om. Ja, goed zo. Je moet wel voorzichtig doen, hoor. Ik wilde eindelijk wat aan dat asbest gaan doen. Dus ik dacht, ik ga alvast even kijken. En wie weet, misschien nemen we ook nog wel zonnepanelen. Elke week eet ik bij opa en oma. Ben, doe je even je telefoon weg? Mijn broertje Ben is er dan ook. Hij is altijd bezig met games en techniek. Onze Rosa, bij de Overijsselse Courant. We zijn al jaren geabonneerd. 20 jaar geleden al. Die degelijke journalistiek over die problematiek van... Laat Rosa nou vertellen. Ach. Ik wou morgen al meteen voor de krant naar de provincie. En ik moet volgende week naar het provinciehuis. Praten over glasvezel voor de buurt. Ja, dat trage internet hier. Er zijn steeds meer mensen die zich aanmelden voor de buurtcommissie. Maar wat heeft de provincie daarmee te maken dan? Nou, die willen met ons praten. Ze willen zelfs dat we meedenken over een oplossing. Nice. Volgende week was het, zei je? Ja, kan je dan? Het moet denk ik wel lukken. Elke 4 jaar kiezen de inwoners van Overijssel voor de leden van Provinciale Staten. Ze vergaderen elke maand. Voorgezeten door de commissaris van de Koning. Ik open de vergadering. Kan iedereen zijn plaats innemen? De statenleden vertegenwoordigen het volk. Zij zijn verdeeld over 11 politieke partijen... en hebben verschillende ideeën over wat er moet gebeuren in Overijssel. Hierbij geldt, de meerderheid beslist. Dus het is inhoudelijk en feitelijk niet correct. Nou, daar zijn we het dus natuurlijk niet mee eens. De begroting is aangenomen met 33 stemmen voor en 12 tegen. Zo ontstaan de grote lijnen voor het beleid van de provincie Overijssel. Gedeputeerde staten gaan hiermee aan de slag. De gedeputeerden zijn de ministers van de provincie. Zij voeren uit wat provinciale staten besluiten. En dan over ons asbestdakenplan. We zijn bezig om alle asbestdaken te gaan verwijderen. Steeds moeten ze aan de volksvertegenwoordiging, provinciale staten dus, uitleggen waar ze mee bezig zijn. Nou, ik heb wel een vraag over dit project. We werken er al een decennium lang aan. Hè? Ik lees van alles over toerisme, woningbouw, waterveiligheid. Maar wat staat nu eigenlijk voorop voor u? Natuurlijk gaat het ook in dit project primair om de waterveiligheid. Waterveiligheid staat voorop. In dat kader doen we ook deze werkzaamheden. Ja, nu nog wel, maar in de toekomst is het hier nat, want we staan midden in de nieuwe hoogwatergeul.
En waarom is dat zo belangrijk? Het is allemaal gericht op veiligheid tegen overstromen. Mensen in de regio Campus Wolle krijgen daardoor geen natte voeten. Ik heb de eerste opzet van je artikel gelezen. En het zag er goed uit. Prima werk. Ik heb hier nog wat voorbereiding voor het volgende artikel. Ah, dankjewel. Succes. Zo reis ik de hele provincie door. Doe ik onderzoek? Bedrijven en onderzoeksinstellingen moeten ook vooral zelf investeren in innovatie. Maar we kunnen dat een handje helpen met ons innovatiefonds. Maak ik foto's? Zwickel is het grootste landgoed van Nederland. En vanuit de overheid willen wij het heel graag behouden voor de toekomst. Schrijf ik artikelen? En doe ik interviews? Waarom is ruimte en zorg zo'n belangrijk thema voor de provincie? We zien de veranderingen in de maatschappij. Mensen worden ouder en we hebben leegstaand zorgvastgoed. Hey. En ik kom zelfs mijn broertje tegen. Op de Technicampus. Kijk, dit is de metaalafdeling. Hier leren we verschillende bewerkingstechnieken. Gaaf zeg. Waar ook de provincie een bijdrage aan levert. Mijn volgende artikel gaat over de asbestregeling van de provincie. En bij opa zijn ze bezig met het saneren van de oude schuur. Wauw, Ben, hoe kom je aan dat ding? Ja, mooi hè? Dat worden mooie foto's. Moet je opa zien. Ja. Wat heb je daar nou? Kijk daar. Hey Kim. 5 mei. Ja, ik zou wel willen, maar ik heb allemaal deadlines bij de krant. Ik heb niet zoveel tijd. Wat? Oh nee, dat is niks. Mijn broertje heeft nieuw speelgoed. Ach, ik heb ook wel zin in een feestje. Ik regel wat. Oké, doei. Alsjeblieft, uw bezoekerspas. Dankjewel. Goedemorgen. Hartelijk welkom. Klaas Bisschop, komt u verder. De ambtenaren van de provincie zorgen voor de uitvoering van het beleid. Ze werken de beleidsplannen van de gedeputeerden verder uit. Kom. Ze overleggen met veel partijen over de uitvoering en zorgen dat die goed verloopt. Goedemorgen. Ik ben Anne Bijleveld, commissaris van de Koning. Hartelijk welkom. Lini, de oma van Rosa. Hartelijk welkom. Ik begrijp dat u een burgerinitiatief komt aanbieden. Ja, we hebben een plan gemaakt met de buurt. De commissaris van de Koning is eigenlijk de premier van Overijssel. Ze leidt het provinciale bestuur. Alsjeblieft, als u het in wilt kijken, graag. Dank u wel. We gaan het bestuderen, kijken of het aan alle voorwaarden voldoet. En dan kunnen we het in procedure nemen. Bedankt. Heel fijn. Dag, tot ziens. Hier vergaderen gedeputeerde staten. Die vergaderingen zijn niet openbaar, maar de lijst van besluiten kan iedereen opvragen. De commissaris van de Koning staat boven de partijen. Ze is een neutrale leider van het democratische proces. Ze is benoemd door onze koning. Hé hey Boris, moet je kijken, ik heb zulke toffe foto's gemaakt vandaag. Hier, kijk. Oh, dit is cool. Ja, vet hè? Rosa, kom je even? Ja. Rosa, heb jij misschien voor mij... Rosa, je proefperiode is bijna voorbij. En ik vind dat het goed gaat. Fijn. Oké, er is hier dus echt niemand die je orde houdt. Als je je stukken voor morgen op tijd inlevert, dan kan nog mee met de weekendeditie. Ja, dat gaat wel lukken. Wacht maar tot je de foto's ziet. Die zijn echt heel mooi geworden. Genoeg zelfvertrouwen, zie ik. Hey. Hey, mijn foto's liggen klaar. Maar zou jij ze misschien nog even kunnen bekijken voor de deadline? Oh ja. Ja? Is goed. Dankjewel. Joe. In het bakje. Ja, oké. Okay, top. Doei. Hoi. Hey.
echt super druk. Ja, ik denk het ook. Ah, kijk. Oh nee, vandaag ben je niet aan het werk. The world belongs to you and me. Hey, ik heb alle kaarten geprobeerd, maar die van jou zat er niet tussen. Hé, hoe kan dat nou? Maar het kaartje lag toch gewoon... Het gaat toch voor? Hé, hey, Aja. Je regelt het maar. Er moet morgen een krant op de mat verschijnen. Rosa, loop je even mee? Ja. Over je stuk. Ik kan het uitleggen. De bedoeling was dat ik... Klasse. Ik vind vooral de foto's heel goed gelukt. Veel gedaan, hè, de afgelopen week? Ja, het was een drukke maand. Kijk, daar liggen ze. Even diep. Rosa, kijk even. Ja?